Het aantal gevallen van agressie en geweld in het Rotterdamse openbaar vervoer is vorig jaar flink toegenomen. Uit het jaarverslag van de RIT blijkt een stijging van 25 procent. Andere problemen zoals graffiti, vernieling en zwartrijden zijn juist flink afgenomen. In het jaarverslag waarschuwt de RIT dat de bezuinigingen in het openbaar vervoer slecht kunnen uitpakken voor de reiziger. Het kabinet wil 40 miljoen euro bezuinigen op het Rotterdamse OV. In Rotterdam heeft de politie het afgelopen jaar meer vuurwapens gevonden bij preventieve fouilleeracties. Er zijn wel minder mensen gefouilleerd, maar de acties zijn gerichter uitgevoerd, bijvoorbeeld rond horecagelegenheden. De acties werden afgelopen jaar gehouden in Bloemhof, het centrum van Rotterdam, Delfshaven en Rotterdam-Zuid. Een 33-jarige schiedammer heeft zich gisteravond bij de politie gemeld. in verband met de aanrijding op het tientplein in Rotterdam. Daar werd in de nacht van maandag op dinsdag een gewonde man gevonden. op een zebrapad. De politie had al eerder laten weten dat de dader er vermoedelijk vandoor was gegaan. Schiedammer die zich gemeld heeft, zit vast. Woensdag is het wisselend bewolkt. Het blijft wel overal droog. Het wordt nog wat koeler dan vandaag met temperaturen van 14 graden aan zee, 17 graden nog in het oosten van de regio en er staat een stevige wind.